Een tijd geleden heb ik een knobbeltje laten weghalen. Uiteindelijk bleek dat kanker te zijn. En dat knobbeltje wat ze hadden weggehaald zat dus in mijn schaamlip. Dus die tweede operatie, daar hebben ze mijn hele schaamlip moeten weghalen. Ze hebben dat dan wel proberen te reconstrueren met vetweefsel uit mijn lies. Maar voor de operatie hadden ze mij niet gezegd hoe groot dat litteken ging zijn. Direct na de operatie was alles nog helemaal gezwollen. Dus ja, ik dacht echt van oeitje, dat is hier precies een rampgebied. Dus voor mij was dat heel verwarrend allemaal en dat maakte het vooral heel lastig. Uiteindelijk, een aantal dagen na de operatie, dan nam die zwelling wel mooi af en is dat litteken ook wel echt mooi hersteld. Maar ja, in die dagen na de operatie had ik wel vaak vragen dat ik dacht, oei, is dit nu goed? Moet ik me daar toch zorgen maken? Moet ik nu toch niet met het ziekenhuis contact opnemen? En zelfs ondanks het feit dat ik toen al in mijn tweede jaar geneeskunde zat en toen net al wondzorg had gehad. Dus eigenlijk zou ik er alles over moeten weten, maar het feit dat ik er veel van wist, was ik daar toch nog heel onzeker over. Het belangrijkste is eigenlijk dat je in de eerste 5 tot 7 dagen dat je er echt nog heel voorzichtig mee bent. Die wond is nog heel kwetsbaar. Ga er ook niet met bijtende middelen als alcohol of iets dergelijks op. En ja, daarna, wanneer de hechtingen verwijderd zijn, dat is een teken dat de wond eigenlijk sterker is. Dan mag je wel rustig wat gaan inmasseren en dergelijke. En na 1 of 4, dan kun je er echt wel meer krachten op gaan zetten. Dus dan wordt die soepeler en sterker. Tegen mij in het begin altijd werd gezegd van met zo'n groot litteken bij je schaamlip wordt het heel lastig om bijvoorbeeld nog te fietsen en spinning te doen. Uiteindelijk ben ik daar zo actief mee aan de slag gegaan en heb ik dat litteken sterker gemaakt. En ben ik zelf spinning instructrice geworden als job naast geneeskunde. En ja, dus ik heb eigenlijk wat dat betreft wel het tegendeel bewezen. Ik neem daar ook wel heel positieve dingen mee voor in mijn leven. En het heeft me echt op een mooie manier gemaakt tot wie ik ben.